Goedendag, dit is het nieuws van maandag 10 mei 2021. We beginnen met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen opgelopen met 5.910. En er zijn 127 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een flinke daling. En hoe is het dan in onze regio? Wij gaan te kaart met het aantal inwoners en vervolgens het aantal besmettingen per gemeente. Volgens het RIVM zijn er 338 mensen positief getest. Kijkt u rustig naar uw eigen gemeente. In het algemeen is er een daling in de gehele regio. Er zijn bijna 6,5 miljoen mensen ingeënt. Ons advies? Houdt u aan de maatregelen. Een 14-jarige jongen is zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in de Thijsenstraat in Den Haag. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie vond de gevonden jongen bij een bejaardenhuis aan de tak van Poortvlietstraat. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Kort na dit steekincident werden in Rijswijk 3 verdachten van 15, 16 en 17 jaar uit Den Haag aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang en mogelijk worden nog meer verdachten aangehouden. In Den Haag is zondag gedemonstreerd tegen het optreden van Israël in Jeruzalem. Een korte impressie. Moslims en sympathisanten waren samengekomen in het Zuiderpark om met honderden auto's door het westelijk deel van Den Haag te rijden. Het is een kwestie niet alleen voor moslims, maar voor dan ook iedereen op de hele wereld die mensenrechten, gerechtigheid en rechtvaardigheid hoog in vaandel houden. De demonstratie is een protest tegen het optreden van de Israëlische regering in Jeruzalem. Daar worden bijeenkomsten van Palestijnen hardhandig verstoord en is men ook binnengevallen in de moskee. De onrust is begonnen met Ramadan en duurt nog voort. Ook in Amsterdam was zondag een demonstratie op de Dam. De gemeente Zoetermeer heeft een speciale website gemaakt waar alle steunmaatregelen voor corona makkelijk kunnen worden gevonden. Veel inwoners hebben te maken met problemen in verband met corona. Met verschillende steunmaatregelen willen de Rijksoverheid en de gemeente banen en inkomens beschermen. Via de website kan eenvoudig worden uitgevonden waar iemand eventueel recht op heeft. De website is ook bedoeld voor ondernemers die steun zoeken. Ook de aanvraagformulieren staan erop. Zaterdag was het heel slecht weer. Maar ook goed nieuws voor de rolstoelgebruikers op het strand van Schravenzande voor de stichting Avavieren. Voormalig minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink gaf de aftrap voor de ingebruikname van de zogenaamde Mobimat. Dat is een oprolbare strandmat waarover rolstoelgebruikers door het rulle zand zelf naar de vloedlijn kunnen rijden, waardoor het verblijf van de gasten aanzienlijk wordt veraangenaamd. Ondanks het slechte weer en de coronamaatregelen hebben toch al enkele rolstoelers gebruik gemaakt van de Mobimat. Heel simpel, ook lekker met je familie, met je vrienden genieten van zon, zee, strand. Maar dat zorgt altijd voor een lach op ieders gezicht. En als het weer nog een beetje beter zou zijn, dan is de lach alleen maar groter. Ja, ik vind het heel belangrijk en ik heb zelf heel veel met de zon en met de zee en met het strand. Elk jaar vakantie hier in het prachtige Zoutenlanden. En dat is ook een hele mooie manier voor mij om te genieten, om ook lekker tot rust te komen. Ja, en als je wilt dat je een inclusieve samenleving bent als Nederland, ja, dan moet je wel bij dit soort dingen beginnen. Maar als iedereen lekker naar het strand gaat, loopt, rijdt of anderszins en jij moet blijven staan op een plek waar anderen door kunnen, ja, dat is natuurlijk succes. Ja. Dus ik denk dat het heel mooi is dat jullie met elkaar, met deze fantastische stichting, flink gedroomd wordt over recreatie voor mensen met een beperking. Dat jullie vandaag een hele mooie stap zetten bij de opening van deze mooie mappen. Mede mogelijk gemaakt door Karel en CRV, actie Warm Hart. Ik weet nog dat ik de eerste keer hoorde van jullie stichting die de nominatie deden bij de actie. Ja, en ik weet gewoon dat wij, ook bij Karel en CRV, maar heel veel mensen, ja, mensen een warm hart moeten dragen en daar is de actie op voor. Ja. Dus ik hoop dat met beter weer heel veel mensen gebruik gaan maken van deze strandmaat. Lekker met elkaar genieten van de zon en van de zee. En dan gaan we denk ik dit nog een keer van de weer, want we niet weten. Ja, mag ik er even doen. Dan hoop ik dat jullie het goed vasthouden, jongens. Tellen we af? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Wauw! Ja, dag, hè? Ja, ja. Ja. En dus, doe je mee? Ja, volgende keer. Ja, rustig Lars, je mag er ook overheen. En nu maar hopen op mooi strandweer. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.